Ja, natuurlijk. Hè. Prachtig. Wij gaan de derde ronde spelen en dan geven we altijd eerst even de tussenstand. Er is één man die heeft nog helemaal niet aan het rad gedraaid volgens mij. Heb je al gedraaid? Nee, maar je krijgt nu alle kansen. Dat is onze Marco. Die heeft helaas nog allemaal nullen op zijn scorebord staan. Op de tweede plaats staat Sylvia met een totaalbedrag van 3700 gulden. En 1000 gulden meer, namelijk 4700, is de man die tot nu toe leidt. En dat is Joop. Ja! Derde ronde, hoogste geldbedrag nu 4000 gulden. Er blijft twee keer bankroet in het spel zitten. De verliesbeurt is weer terug, de joker is eruit, de bonus is nog niet gewonnen. En onze winkel, oh mensen, als u die zo dadelijk ziet, die is weer groter, fraaier en vooral veel en veel duurder. Ja! In de derde ronde gaan we nu op zoek naar een titel, 22 letters. En het is eindelijk Marco, die mag gaan draaien. Ga je gang. Titel. Nou Marco, meteen de goeie en probeer het vast te houden, want je komt al meteen op 2000 gulden. Wauw. Op de N van Nico. Een N. Twee N. Ja. En draai. Daar komt de 4000, daar komt de 4000. Na, no, na, ja. Hangen, hangen. Nee, 600. De K van Karel. Een K, nee, jammer. Sylvia, ga je... Sylvia, eens kijken. Het wordt 600. De G van Gerard. Een G, ja. Zit er één keertje in. Goed. Een titel, 22 letters, Sylvia draait. Gaat de bonus denk ik net aan voorbij, jammer, en je komt op 400. De M van Marie. Een M van Marie, jammer. Jo. Ik heb een joker. Oh, je hebt inderdaad een joker, goed aan gedacht. Want ik mag niks zeggen. Voorbij en je komt op 57. De V van Victor. Een V, jammer, niets. Joop gaat verder. Eens kijken Joop, oeh, daar komt de verliesbeurt aan, maar die haalt hij gelukkig niet 200. De D van Dirk. De D van Dirk, 1, 2, 3 D's, heel goed. Gaat Joop weer. Oh Joop. Ja. 4000. Wow. De T van Tinus. De T van Tinus. Drie keer. 12.000 gulden erbij. En dan wil ik het graag zeggen aan... En dat zou ik ook maar doen als je het weet. Goede tijden, slechte tijden. Goede tijden, slechte tijden. Moet je naar je toe komen. Goede tijden. Ja, Leontien was daar bezig. Wauw, zeg, niet te geloven. Een van de allerpopulairste Nederlandse dramaseries op dit moment. Hè. Iedere dag te zien bij RTL 4. En jij zegt 4000 gulden. En je wist het al volgens mij. Hè. Nou, ik wist het al. Je voelt het, hè? Je voelt het, ja, ongelooflijk. Want je hebt 12.600 gulden. Ga je gang. Wauw. Nou. Dan wil ik voor 3220 gulden de mini-auto audio hi-fi set. Voor 3220. De gulden, de MIDI audio hi-fi van 29,50 personal computer. 29,50 personal computer. Voor 2100 de bromfiets. Voor 2100 gulden een bromfiets. Voor 1350 de draadloze telefoon. Voor 1350 gulden een draadloze telefoon. Voor 1340 de wasmachine. 1340 een wasmachine. Hoef. 800 gulden de hoge drukreiniger. 800 gulden hoge drukreiniger. En dan eens even kijken of je nog hebt. Joop, 840 gulden. Even kijken hoor. Antwoordapparaat, horloge. Voor 300 gulden CD-serie graag. Voor 300 gulden een CD-serie. Er staat er nog 45. 45. Voor 42 een spellenpakket. Voor 240 gulden nog een spellenpakket. En dan staat er nog 300. Nou, doe maar voor 210 het kinderspeelgoed. Doe maar voor 210 het kinderspeelgoed. En dan staat er nog 90 gulden. En daar krijg je een hele mooie waardebon voor. Gaston, wat een rij prijzen. En wat een mooie. Vertel het er maar, man. Hans, vanaf vandaag ga ik met vakantie hoor. Even bij
komen, maar daar komen ze weer aan, Joop. Luister aandachtig. Voor de jonkies vanaf 3 jaar is dit het perfecte speelgoed. Een Viewmaster, een tekenbord, een pop waarvan het haar echt groeit. En niet te vergeten, de kleine ponyfamilie. Ze raken er niet op uitgekeken. Iedereen kent het. Het is een van de meest bekende en geliefde speelgoedconcepten. Voor vele gezellige winteravonden krijg jij een uitgebreid pakket met onder andere een doos om je eigen portret te maken. Een spellend pakket te waarde van 240 gulden. Alle grote hits, zowel uit de 60e als 70e jaren, vind je terug op deze waanzinnige cd-collectie. Ik heb geen tijd om je alle titels te noemen, maar ik weet zeker dat dit de beste hits zijn uit vervlogen tijden. Voor vele doeleinden is dit het ideale apparaat, want je zult versteld staan hoe vaak je hem gaat gebruiken. Het reinigen van je auto, het afspuiten van je boot, het schoonspuiten van je stoep en zo kan ik nog uren doorgaan. Een hoge drukreiniger die uitblinkt door zijn prestaties. Wat een juweeltje, deze volautomatische witte voorlader. Hij heeft een zeer laag geluidsniveau door zijn speciale isolatiemantel. Een regelbare centrifuge van 120 tot 850 toeren per minuut. En als extra heeft hij een speciaal programma voor delicate was. Tevens is deze wasmachine zuinig met water en energie. Je spreekt met de techniek. Jouw draadloze telefoon heeft een bereik van 300 meter. Hij is beveiligd tegen meeluisteren en tegen bellen op jouw kosten door anderen. Natuurlijk heeft hij een geheugen, een toets voor telediensten en nummerhaling. Dus vanaf nu, Joop, ben je altijd en overal bereikbaar. Vroom vroom, rij hem zelf of spring achterop. Wat een prachtprijs deze brommer. Met een snelheid van 40 km per uur, sterwielen en een kilometerteller. En door zijn flitsende kleur en moderne vormgeving is dit een bromfiets waarmee je iedereen uitlacht. Oh ja, Joop, vergeet je valhelm niet. Hier staat hij, een supersonische mini-set. We nemen eerst even de computer, dat kan ook. In het tijdperk van de automatisering is dit een ideale aanschaf. Een personal computer met standaard ingebouwde 30 megabyte harddisk. Hij is zowel voor privé als zakelijke doeleinden geschikt. Of de kinderen nu spelletjes doen, of jij je administratie erop bijhoudt. Het wordt allemaal zo eenvoudig als het ABC. En hier komt hij, jouw laatste prijs. Hier staat een supersonische mini-set die onder alle omstandigheden voor het beste geluid zorgt. Om er iets te noemen, 2x60 watt, een ingebouwde equalizer, tuner, cd-speler, dubbele cassettedek en 2 sublieme boxen. En dan heb ik nog niet verteld over alle functies, want dat zijn er te veel om op te noemen. Joop, ben je er nog? Want wat een prijzen, jongen, van harte! Of wij er nog zijn, en hoe, en alle mensen op de tribune ook, hè? Want hij heeft veel familie en vrienden meegenomen, zijn helemaal door het dolle, en terecht natuurlijk. Hè? We gaan vlug een vierde ronde spelen, we hebben tijd over, nog een kans voor Marco, dus we gaan op zoek naar een ding, 12 letters, en het is Sylvia, die mag gaan draaien, ga je gang. Een ding, 12 letters. En Sylvia's, kijken waar je uitkomt, op 600. Een N van Nico. Een N zit er 2 keer in. Goed. Oh, daar gaan we even snel de ronde spelen. Het geldbedrag wat zo dadelijk bij Sylvia komt, daar gaan we op spelen. Medeklinkers die leveren geld op, klinkers helaas niet. En het bedrag waarvoor we gaan spelen is 600 gulden. Sylvia, je mag doorgaan. De K van Karel. Een K zit er 1 keer in, weet je het woord. Joop. De R van Rie. R van Richard. Zit er niet in. Marco. Een P. Een P van Pieter. P van Pieter. 1 keer. Weet je het woord? Nee. Sylvia. De Z van Zacharias. Zit er niet in. Joop. De T van Tinus. Zit er 1 keer in. Weet je het woord? Marco. D van Dirk. De D van Dirk zit er niet in. Sylvia. De O. De O zit er 2 keer in. Weet je het woord? Joop. De A. Hans. De A zit er 1 keer in. Weet je het woord? Manchetknoop. Ja, nou wel, manchetknoop. Ho, dat zochten wij. We kijken nog even en dan zien we het thuis staan. En nou, op de valreep nog een keer prijzen. Het is iets minder als die 12 mil die je net had, maar 690 gulden is nog altijd leuk. Kies maar wat uit. Voor 640 gulden een antwoordapparaat. Voor 640 gulden een antwoordapparaat. En dan blijven er nog 50 gulden staan. Daar krijg je wel een waardebon voor. Gastel, op de valreep nog 1 hele mooie prijs voor Joop. Het kan niet op. Het begint een beetje eendodig te worden, Joop. Ja. Maar met plezier, daar gaan we weer. Een waardebon. En met deze waardebon kan je uit dit boek een prachtige cd of boeken kiezen. Veel plezier daarmee.
Hoe lastig is het als je onbereikbaar bent? Vanaf nu ben je altijd bereikbaar. 24 uur per dag zal dit apparaat jou bijstaan op momenten dat je even niet aanwezig bent. Het is mogelijk om met alle telefoontoestellen ter wereld je binnengekomen berichten te beluisteren en de uitgaande boodschap te veranderen. Is dat niet makkelijk, Joop? Weer voor jou, van harte. Dank je wel. Joop is blij, maar ik vind het zo zielig voor onze student, voor Marco, want die kan die spullen natuurlijk ook prachtig gebruiken. Helaas, allemaal nullen op zijn scorebord vandaag. Niks aan te doen, Marco. Jammer. Sylvia, tweede plaats met 3.700 gulden, heel mooi bedrag. En de eindscore voor Joop is maar liefst 17.900 gulden. Nul! Die Joop eens stralen, want hij mag het voor de derde keer gaan proberen. Met Hans op weg naar de hoofdprijs. En hier staat hij. Een zojuist geïntroduceerde automobiel. Een genot voor het oog en een plezier om in te rijden. Natuurlijk is deze auto zeer compleet uitgerust. Hij is voorzien van een 1.4 injectiemotor en uiteraard een geregelde katalysator. Een auto waar je nog echt van kunt genieten. En voor een dijk van een prijs. 24.980 gulden is de hoofdprijs. Nou Joop, daar sta je voor de derde keer op die enge stip met dat enge geluid voor dadelijk. Je weet hoe het gaat. Oh. We gaan vandaag op zoek naar een persoon. 6 letters maar. Dat is altijd moeilijk, vind ik. Ik zou zeggen, ga je gang en succes. De P. De P van Pieter. De N. De N van Nico. De R. De R van Richard. De T. De T van Theo. S van Simon. En de S van Simon, dan moet je klinken. Doe maar na. Doe maar na, we gaan kijken. Helaas niks. De tijd gaat in. Persoon. Sentan. Ja, het is je. Ja, nee, ja, vreselijk. Vreselijk. Wat gek. Wij zochten Kuifje. Oh, ja, ja, een K niet, de F niet, helaas niks. Maar je bent een gelukkig man. Dag, man. Oh, hij heeft de prijzen, mensen. De man met de mooiste kuif van Nederland, deze Joop uit Utrecht. Ja, de hoofdprijs die was niet voor hem weggelegd, maar niet getreurd. Joop, luister aandachtig, want in de afgelopen 3 dagen heb jij voor 32.000 gulden aan...